Suriname kan pas aan geld komen als er goede projecten en transparante projectdossiers worden ingeleverd en goedgekeurd. Dit zegt Anwar Lal Mohammed, alternate governor van ISDB, over de ruim 2 miljard aan leningen die de overheid wil aangaan. De kenniskring hield gisteren een lezing met als thema IMF, ISDB, EIB, CDB, IDB, hoe verder met deze financiële instellingen. De gastsprekers waren bedrijfseconoom Anand Bihari, Jim Rassam, projectdirector van de Trustbank Amana, en Anwar Lal Mohammed, alternate governor van ISDB. Veel productiebedrijven zijn de afgelopen decennia over de kop gegaan. Nu hebben de Inter-American Development Bank, het IMF, de Caribische Ontwikkelingsbank en de Islamitische Ontwikkelingsbank samen meer dan 2 miljard US dollar aangeboden voor de ontwikkeling van ons land. In het verleden is er veel samengewerkt met Europese partners. Nu worden ons leningen aangeboden die de productiesector goed kan benutten. Lal Mohammed zegt dat dit als een kans gezien moet worden voor Suriname. Er moeten wel goede plannen worden ingediend, geeft hij aan. Dus vandaar dat het ook heel belangrijk is dat we nu in een fase zijn terechtgekomen van de ontwikkeling van ons land, waarbij we de mogelijkheden krijgen aangereikt en de Trustbank gaat daarbij een instrumentele en fundamentele rol spelen, waarbij ondernemers eigenlijk worden uitgenodigd om met plannen te komen en met bedrijven te starten en gebruik te maken van de financiële middelen die zullen worden aangereikt. Uiteraard, alles is voorwaardelijk, maar u werd daarbij ook begeleid. U gaat de nodige begeleiding krijgen, de nodige training krijgen, op welke manier u uw bedrijf succesvol kunt opstarten en kunt managen. En het laatste punt is namelijk infrastructuur. Daarover is er ook heel wat misverstand. De meeste mensen weten dat wanneer je eigenlijk ontwikkeling wil brengen, en dat weten de meeste ontwikkelingsdeskundigen ook, dat je die ontwikkeling moet kunnen brengen naar die gebieden waar mensen wonen. En om dat te kunnen doen, moet je wegen hebben. Je moet waterwegen hebben, je moet landwegen hebben. In elk geval, je moet infrastructuur hebben om die gebieden te ontsluiten en je gezondheidszorg, je onderwijs, eventueel bedrijven en dergelijke daarheen te brengen. Dus vandaar dat infrastructuur ook bij de bank een heel belangrijke portie is van hun budget. Anwar Lal Mohammed, hij is alternate governor van de ISDB en hij sprak over de ruim 2 miljard US dollar aan leningen die de overheid wil aangaan.